Donderdag 2 mei, dit is u vandaag. Burgemeester Wolfseweg, wie neemt het over? Veel meer eindexamenkandidaten nemen bijles. En op 30 mei komen de koning en koningin naar onze provincie. Wat mogen ze niet overslaan? Goedenavond. Goedenavond. Over 8 maanden dan komt er een interessante baan vrij. Burgemeester van Utrecht. Aleid Wolfse vertrekt, dat weten we inmiddels. En dus is de vraag, wie heeft straks de keten om? Mark Verossum niet, maar hij weet wel alles over de kanshebbers en de procedure. Ja, want ik ga niet solliciteren, maar iedereen zou dat mogen. Iedereen mag een brief schrijven en dus ligt het volkomen open wie de nieuwe burgemeester wordt. We zien je zo terug, Mark. Eerst de ander nieuws van vandaag. Een man uit Zeist moet 14 maanden de cel in voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij werd in januari opgepakt nadat buurtbewoners aangifte hadden gedaan. Volgens deskundigen is de kans op herhaling groot. En daarom moet de 64-jarige Zeistenaar ook behandeld worden. De man trad regelmatig op als clown tijdens kinderfeestjes. 2,5 jaar cel voor de man die 8 jaar geleden meedeed aan een gewelddadige overval in Snelrewaard bij Oudewater. Daarbij werd een boer midden in de nacht aangevallen in zijn eigen huis en in elkaar geslagen met een honkbalknuppel. De rechtbank veroordeelde een medeplichtige vrouw tot 1,5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Qbuz wordt definitief de nieuwe Utrechtse stads- en streekvervoerder. De afgelopen tijd was er een lange juridische strijd met de huidige vervoerder Connection. Die wilde blijven rijden. Dat conflict is nu voorbij. Qbuz rijdt vanaf december dit jaar en mag dat 10 jaar blijven doen. Het bedrijf verzorgt de bussen en de trams, inclusief die op de nieuwe Uithoflijn. En een belangrijke dag voor 4 kunstenaars met een beperking uit Wijk bij Duurstede. De statieportretten die ze maakten in opdracht van RTV Utrecht hangen vanaf nu 1 maand lang in een echte galerie aan de Oude Gracht in Utrecht. Ze zijn daar niet alleen te bewonderen, maar ook aan te schaffen. Behalve dit werk van Luc, dat komt over 1 maand bij RTV Utrecht te hangen. Het speculeren is begonnen. Wie is op 1 januari aanstaande de burgemeester van Utrecht? Gisteren maakte Aleid Wolfsen bekend dat hij het na 1 termijn voor gezien houdt. Hij zat hier bij ons op de bank en heeft uitgelegd waarom dat was. Ja, en over zijn opvolging zei hij, degene wiens naam wordt genoemd, wordt het vaak niet. Dus de kunst is niet genoemd worden. Maar ja, dat noemen gebeurt natuurlijk toch volop. Bij het stadhuis staat verslaggever Mark Verossum. Ja, 6 jaar geleden mochten Utrechters kiezen tijdens een referendum. Krijgen we dit jaar weer zoiets? Nee, dat wordt het zeker niet. Het was niet zo'n groot succes namelijk. Onder andere omdat heel veel kanshebbers niet gesolliciteerd hebben. Die wilden niet meedoen aan een referendum met de kans dat ze zouden verliezen. Nou, die kanshebbers zijn er nu weer. En we gaan ze toch lekker noemen. Ik heb er 11 op een rijtje gezet. En dit zijn de kandidaten. René Verhulst, burgemeester van Goes en oud-wethouder in Utrecht. Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen en ook oud-wethouder in Utrecht. Agnes Jongerius, oud-vakbondsbestuurder, heeft al haar roots in en rond Utrecht. Hans Spekman, oud-wethouder en oud-kamerlid. Of ambitieuze regiobestuurders, zoals Arjen Gerritsen, burgemeester van De Bilt. Frits Naafs, burgemeester Utrechtse Heuvelrug. Mirjam van het Veld, burgemeester van Stichtse Vecht. Of volslagen outsiders, zoals Staf de Pla, oud-kamerlid en wethouder in Eindhoven. Pia Dijkstra, Utrechtse Tweede Kamerlid. Femke Halsema, oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En tenslotte, veel genoemd en dus kansloos, Alexander Pechtold, fractievoorzitter in de Tweede Kamer en oud-burgemeester van Wageningen. Mark Verossum bij het Stadhuis, hebben we zojuist de nieuwe burgemeester van Utrecht gezien? Nou, er kan zomaar ook nog een hele andere willekeurige konijn uit een hoge hoed komen. Dus eigenlijk weten we het gewoon niet. Het is een beetje speculeren natuurlijk. Jij zei net geen referendum. Hoe gaat het wel dit jaar? Nou, eerst gaat de gemeenteraad zeggen wat voor burgemeester ze willen hebben. De profielschets. Dan komt er gewoon een advertentie en dan mag iedereen solliciteren. Suzanne, jij mag, Maarten, iedereen mag een briefje sturen. Vervolgens komen er sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Dan een formele procedure. En uiteindelijk stelt de nieuwe koning, Willem-Alexander, stelt de burgemeester aan. Maar zoals gezegd, het begint met een profielschets. Wie zal het worden? Dat is de grote vraag die velen bezighoudt. Kees Geldof is van de oppositie in Utrecht. Helene de Boer is van de grootste partij. Zij wagen zich nog niet aan speculeren over namen. Nee, ik ga op geen enkele naam in. Dat is op dit moment gewoon echt niet aan de orde.
Ik denk dat wat de burgemeester daarover gezegd heeft ook wel een beetje waar is. Als je naam te vaak genoemd wordt, dan word je het vaak juist niet. Dus in die zin is het ook denk ik handiger om niet te veel te speculeren en vooral te kijken straks naar goede kandidaten. De profielschets, dat is het toverwoord. Nee, dat is niet een echte tekening. Het zijn de voorwaarden waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Nou, het moet een iemand zijn met bestuurlijke ervaring die echt knopen door kan hakken. Het moet ook een integere persoon zijn. En wat mij betreft moet het ook iemand zijn die echt een netwerk in de stad kan opbouwen en ook veel contacten in de stad heeft. Het moet natuurlijk om te beginnen iemand zijn die dicht bij de burger staat, maar ook kan optreden als het moet. Dus dat iedereen daar ook het gevoel bij heeft, die man of vrouw, die is er voor mij op het moment dat het nodig is. En het moet natuurlijk ook een boegbeeld naar buiten zijn. Man of vrouw, kamerlid of wethouder, blank, geel, zwart of bruin, op dit moment ligt echt alles nog open. Ik vind wel dat je de diversiteit van de stad, dat het leuk zou zijn als je die op een of andere manier in je burgemeester terugziet. Maar dat kan een man zijn, dat kan een vrouw zijn, dat kan iemand van Nederlandse komaf zijn of juist iemand van buitenlandse komaf. Maar ik denk dat het in ieder geval iemand moet zijn die er echt voor de hele stad is. En dat is denk ik het belangrijkste. De Utrechtse gemeenteraad is dus nu aan zet en daar wachten we op. Ja, daar wachten we op. Mark, allemaal heel erg leuk dat we praten over een nieuwe burgemeester van de stad. Maar wanneer gaat het nou echt spelen? Het zal snel allemaal gaan spelen, maar het meeste werk ligt straks na de zomer. Eén ding is zeker, 1 januari 2014, dan heeft Utrecht een nieuwe burgemeester. Mark Voronsen bij het Stadhuis in Utrecht, dankjewel. We zitten nu midden in de meivakantie, maar over anderhalve week dan zal dat gevoel voor veel middelbare scholieren heel, heel ver weg zijn. Want dan beginnen de eindexamens. Ja, wat dit jaar opvalt is dat veel jongeren ze nog even willen laten bijspijkeren. Bijvoorbeeld bij het Liceo examentraining. Dit jaar geven ze 15.000 scholieren bijles. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In Amersfoort is het ook zweten geblazen. Hier zitten ze te studeren, midden in de meivakantie. Maar het blokken is hard nodig, want over anderhalve week moet het gebeuren. Nou, op het moment denk ik wel dat ik ga slagen. Maar ja, ik moet natuurlijk wel mijn best blijven doen. Dus dat komt wel goed. Ja, op dit moment sta ik sowieso op slagen. Maar het is meer voor de zekerheid dat ik echt voor mezelf zeker weet dat het echt gaat lukken. Dat ik de moeilijke onderdelen nog een keer herhaal. Dat ik echt die 100% zekerheid heb. Deze leerlingen gaan het dus redden, maar toch doen ze een examentraining. Liceo-examentraining ziet het in het hele land gebeuren. De vraag naar bijlessen neemt dit jaar enorm toe. De exameneisen zijn aangescherpt weer dit jaar. Cijfers worden steeds belangrijker, ook voor lotingstudies. Er zijn steeds meer lotingstudies die steeds meer eisen stellen aan de cijfers. En daardoor zie je dat niet alleen het slagen, maar ook echt met welk eindexamencijfer je slaagt steeds belangrijker wordt. Ja, ik hoor wel van klasgenoten dat die ook naar steeds meer examentrainingen toe gaan. En ja, ik doe er nu zelf ook 2 dit jaar, dus dat helpt ook wel aardig mee, denk ik. Alles dus voor een goed eindgemiddelde. Zelfs als dat betekent dat je met dit mooie weer binnen zit te studeren. Als je daardoor slaagt, dan heb ik het er wel voor over natuurlijk. Ja, dat is wel een beetje jammer, maar ik heb het er wel voor over. Zometeen voor John is de eerste dodenherdenking met een koning extra speciaal. En die koning komt op 30 mei onze provincie verkennen. Wat mag hij dan niet overslaan? Maar eerst, als je je examen goed wil maken, ja, dan kun je natuurlijk een training nemen, hè, dat zagen we net. Maar er zijn ook een heleboel leerlingen die hun heil zoeken in allerlei pepmiddelen. Energiedrankjes, dextro, cola, koffie, hè, als je maar zo wakker mogelijk bent eigenlijk. Ja, of toch niet. Daar gaat U Gezond vandaag over. Zometeen praten we met een diëtiste met tips voor een goede concentratie en een goed cijfer natuurlijk. Maar eerst even een paar leerlingen aan het woord. Blokken voor het eindexamen. Claudia en Maurits doen dat het liefst met een hoop krachtvoer binnen handbereik. Misschien dat ik er wel een stroopwafel bij leg of ja, een Mars of zo. Red Bull en wel snoep of zo erbij. Zoete dingen zijn populair bij de scholieren. Want zo hopen ze tijdens hun examen snel wat extra energie te krijgen. Gewoon om de mind weer even op peil te krijgen, zeg maar. Ja, dat is toch wel... Ja, lekker tijdens een examen. Je gaat niet gezond bruin broodje eten of zo. Maar gewoon meer een beloning waar ik naartoe kan werken, zeg maar. Al weet ik veel. Als ik bij vraag 20 ben, dan mag ik even rust nemen en even iets lekkers eten, zeg maar. Het Luzak in Utrecht probeert de leerlingen gezonder te laten eten. Er is zelfs een voedingsdeskundige langs geweest met eettips. Maar of dat heeft geholpen? Er zijn ook leerlingen die echt 's ochtends niet ontbijten. En de snoepautomaat om 9:00, 9:15 weten te vinden. Om 9:30 gaat hier de eerste cola al naar binnen. En ik ben geen voedingskundige, maar volgens mij is om 9:30 cola niet het allerbeste.
Naast gezond eten is het belangrijk dat je lekker in je vel zit voordat je je examen ingaat. En daar hebben deze leerlingen ook iets op gevonden. Als je gestrest bent en je bent hier op school met vrienden en vriendinnen en die gaan dan allemaal roken. Je hebt wel de hele tijd het idee van dat je moet inplannen wanneer je weer kan roken. Dus dat je vlak voor het examen nog even snel een sigaret gaat roken. Omdat je weet dat je de komende 3 uur niet mag roken, omdat je dan gewoon echt moet concentreren. Erg gezond is dat natuurlijk niet. Maar stoppen met roken doen de leerlingen wel als de examens erop zitten. Ja, en bij ons op de bank zit diëtiste Danielle Horsman. Welkom. Dank je. Ging jij nou wel clean je eindexamens in? Ik ging nog clean mijn eindexamens in, inderdaad. Echt waar? Ja. Clean ook echt. Zonder hulpmiddelen, want dat had je toen nog helemaal niet zo. Ja, toch snap ik het wel. Energiedrankje erin of even een lekkere chocoladereep als je maar even een fitte boost hebt. Maar het is niet goed dus. Nee, voor het idee dat je heel veel suiker binnenkrijgt, denk je dat je even energie hebt. Maar het is eigenlijk maar heel erg kort dat je de energie hebt. Ik denk dat je niet je hele examen ermee doorkomt. En vervolgens krijg je juist een suikerdip en word je alleen maar moe. Ja. Of je moet de hele tijd door die drankjes drinken, want het gaat natuurlijk in golven. Dan heb je weer energie en dan zakt het in. Ja, het kan niet goed zijn. Ja, dat klopt. En met name die energiedrankjes zijn ook heel erg populair. Daarom worden ze ook heel veel gebruikt. Nou, heel kort energie inderdaad. En je hebt vervolgens weer nieuwe nodig om hetzelfde effect te krijgen. Plus dat die energiedrankjes eigenlijk maar 1 blikje per dag aanbevolen is wat je mag gebruiken. Omdat ze voor je hart- en bloedvaten gewoon ook heel erg slecht zijn. Ja. En in Europa zijn ze al bezig om ze uit de schappen te halen. Er zit ook heel veel cafeïne in, toch? Ja, klopt. Cafeïne, maar ook suiker. Dus ook met overgewicht in ons achterhoofd raden wij dat altijd af. En die druivensuikertabletjes mag dat ook niet? Mag wel, maar je hebt er heel erg weinig aan. En als het voor je idee helpt, ik zeg tussen de oren helpt, dan helpt het. Maar ja. Nee, je hebt er niet zoveel aan. Wat is nou wel een gezonde manier om super geconcentreerd de examens in te gaan? Nou, in ieder geval standaard goed eten. Dus een goed ontbijt, een goede lunch en een goed middageten. Maar niet te zwaar gaan eten. Dus niet een hele grote maaltijd, want dan word je juist loom van. Maar echt goed verdeeld over de dag en een klein tussendoortje waar niet te veel suiker in zit gaan nemen. Oké, maar ik heb een examen. Het is 12 uur 's middags. Ik moet om 2 uur op school zijn. Wat kan ik dan de beste naar binnen werken om goed beslagen ten ijs te komen? Nou, als lunch kan je gewoon kiezen voor een aantal boterhammen. Dat verschilt per jongen of per meisje wat je neemt. Maar tussen de 3 en 4 boterhammen met goed beleg, een beetje rauwkosten op, daar moet je het eigenlijk al mee kunnen redden. Oké. Okay. En heb je ook nog tips tegen zenuwen? Want ik was heel erg zenuwachtig en ik had van die homeopathische druppeltjes. Kan dat kwaad? Nee, het kan geen kwaad. Bewezen is het niet dat het helpt, maar als je denkt dat het helpt, dan helpt het ook gewoon. Maar ik dacht wel dat het hielp. Als het tussen je oren zit, dan kan het ook. Dus we moeten goed eten, we moeten op tijd naar bed, denk ik, maar dat is een beetje een open deur. Heb je verder nog tips? Sowieso voor spannende dingen, het is natuurlijk niet alleen het eindexamen, maar bijvoorbeeld als je moet afrijden of weet ik veel wat. Ja, nou, wat ook goed kan helpen is kauwgom eten. En dat is ook echt bewezen dat door kauwgom te kauwen, dat je hersenen dan wat meer zuurstof of wat meer bloedtoevoer krijgen. En dat je daar wat rustiger van wordt en ook wat beter kan nadenken. Maar eigenlijk is het wel zo met alle tips over voeding die er zijn. Je wordt er niet slimmer van. Mm-hmm. Het helpt je misschien om wat te concentreren. Maar ja, het leren moet je toch echt zelf doen. Dat moet je zelf doen. Ja, dat weet ik nog wel van school dat je kauwgom altijd moest inleveren. Dat je dat niet in je mond mocht houden. Of je doet het gewoon onder de tafel. Ja, onder de tafel dan. Of heel subtiel kauwen. Nou, hartstikke goed, Danielle. Dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. Elk jaar wordt er voor de 2 minuten stilte tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam even een klein stukje trompet gespeeld. En als je dat taptoe-signaal, want dat is het, mag spelen, ja, dat is natuurlijk een enorme eer, dat is duidelijk. John Bessems uit Vleuten is lid van de kapel Koninklijke Luchtmacht. En dit jaar heeft hij die eer voor de 4e keer, dus nieuw is het niet voor hem. Maar deze keer is natuurlijk wel extra spannend. Het wordt in Amsterdam de eerste dodenherdenking met koning Willem-Alexander. John Bessems is eigenlijk iedere dag wel druk met zijn trompet. En ja, daar hoort het schoonmaken van het instrument ook bij. Dat moet wel regelmatig gebeuren hoor, dit. John speelt in de kapel Koninklijke Luchtmacht. En tijdens dodenherdenking op de Dam in Amsterdam is hij degene die de tap toeblaast. Iets wat hij al 3 keer eerder heeft gedaan. Nou, dat is echt, dat vond ik de eerste keer ook echt heel bijzonder. Je staat ietsjes hoger, je kijkt over die mensenmassa, je kijkt echt over de hoofden. En dat vond ik wel echt heel gaaf, dat vond ik super gaaf. Ja, dat vond ik echt heel mooi. Deze foto is gemaakt tijdens John's eerste taptoe in 2001. Hij heeft dus de nodige ervaring en het is allemaal niet nieuw, maar het blijft een spannend moment. Dat deuntje of dat signaal, dat is op zich niet moeilijk, maar ja... Het is ook niet de bedoeling dat er iets fout gaat. Dus ja, je kunt ook zeggen, je kunt het goed doen.
Maar je kunt het eigenlijk alleen maar fout doen. Want als er één nootje niet aanspreekt, ja, dan is dat eigenlijk, in jouw ogen heb je dat dan niet goed gedaan. Dus dat maakt het lastig. En dus moet ook John, die al 40 jaar trompet speelt, blijven oefenen. De laatste tattoo van John was die van 2010, toen de damschreeuwer voor paniek zorgde. Een raar geluid was het eigenlijk. Dat hoor je aanzwellen. En dan op een gegeven moment, ik zag echt, omdat ik inderdaad waar ik sta, kijk je echt over de mensenmassa. Dus ik zag die massa echt naar rechts bewegen. En het was grote paniek. En rennen. En ik heb vooral staan kijken van, ja, wat gebeurt er allemaal? Ja, ik ben zelf, mensen hebben me dat gevraagd, was je zelf bang? Maar ik heb dat zelf niet zo ervaren, nee. Dit jaar kan John opnieuw rekenen op een bijzonder moment. Dit is de eerste dodenherdenking op de Dam met koning Willem-Alexander. En daar is de trompetist uit Vleuten zich zeker van bewust. Ja, ik ben daar mee bezig. In mijn gedachten sta ik daar al. En ja, ik probeer dat gevoel op te roepen van hoe zal het straks weer zijn. Ja, dat wel. Absoluut. En John is niet de enige regiogenoot die zaterdag een hoofdrol heeft. Roos Reinhardt, een leerlinge van het Christelijk Gymnasium in Utrecht, zal op de Dam een gedicht voordragen. Bovendien zijn er tientallen scouts die helpen, onder meer uit Harmelen. We gaan naar nieuws uit andere media. Eerder in de uitzending zagen we al dat het vertrek van Wolfsen voor veel speculaties zorgt over zijn opvolging. Ja, en om iedereen mee te laten praten hebben twee Utrechtse journalisten een ludieke website opgezet. Er staat nog niet veel op, maar op burgemeestervanutrecht.nl kan straks iedereen stemmen op een opvolger van Wolfsen. Bekende rijtje komt daar ook voorbij, maar ook Henk Westbroek staat erbij. Je mag ook je buurvrouw opgeven, wie je maar wil. En je kunt je aanmelden op de site voor een nieuwsbrief. En opgeven als je op de een of andere manier mee wilt doen. Wat de initiatiefnemers met al die input gaan doen, dat is nog maar de vraag. Maar je kunt in ieder geval niet zeggen dat het vertrek van burgemeester Wolfsen niet leeft. Nee, zoveel is wel duidelijk. De zakdoeken die kunnen eindelijk weer de kast in, want de griepepidemie die is voorbij. Diverse media, waaronder RTL, melden dat de griepgolf eindelijk het land uit is. De golf heeft 18 weken geduurd en dat is een record. Volgens het NIVEL in Utrecht was het de langste epidemie in 42 jaar maar liefst. Het Gezondheidsinstituut spreekt van een lange, maar een milde griepepidemie. Vooral kinderen tot 4 jaar en ouderen boven de 65 kwamen in de zieke boeg terecht. Ben je ook ziek geweest eigenlijk? Ik heb geen griep gehad. Nee. Ik alleen verkouden, maar heel veel mensen noemen dat ook al griep. Het is gewoon een nare toestand. Blij dat het weg is. Zeker. We gaan nog even een stukje inhuldiging doen, Maarten. Ja. Want de jurken die koningin Maxima droeg, komen uit onze regio. Jan Tamminio heeft ze gemaakt in zijn atelier in Baanbrugge. En gisteravond vertelde de ontwerper erover bij De Wereld Draait Door. En ook een vandaag besteedde aandacht aan zijn koninklijke ontwerpen. En zocht hem zelfs op in zijn atelier. Nou, Tamminio maakte de jurk in het blauw, die Maxima droeg tijdens de inhuldigingsplechtigheid. En die prachtige robijnrode jurk die ze droeg tijdens de koningsvaart over het IJ. Ja, er zaten honderden uren werk in, maar goed, dat zie je ook zo. En die Tamminio die doet dat ook niet alleen natuurlijk. Die heeft een heel team waarmee hij aan de jurk heeft gewerkt. En de hele wereld was het erover eens. Ja, ze zag er prachtig uit. Maar ja, al heeft ze een vuilniszak aan, dan ziet ze er nog prachtig uit. Ja, ze is ook een mooie vrouw. Ik vond het sensationeel, die jurken. Tussen de nummers 1 en 2 van de keuze van de kijkers scheelde deze keer maar 7 stemmen. Voor het winnende onderwerp gaan we deze keer naar Houten. Op zoek naar een nieuwe Messi. Of moeten we Robben zeggen tegenwoordig? Bij Deltasport 95 zijn de jeugdvoetbaldagen aan de gang. En daar wordt niet zomaar even een balletje getrapt. Er lopen scouts rond van Ajax, PSV en FC Utrecht. Kortom, wie weet zich in de keuze van de kijker in de kijker te spelen? Welke jonge voetballer droomt er niet van? Schitteren in de mooiste stadions van de wereld of scoren in de laatste minuut van de Champions League finale. In Houten werken jonge talenten aan die droom. Iedereen gaat beter worden, maar je wordt nog echt heel goed als je ook je aandacht maximaal hebt. Hè? Want het gaat natuurlijk in deze dagen, hoe word ik een profvoetballer? Om een echte topvoetballer te worden is talent belangrijk, maar er komt nog meer bij kijken. Heel veel kinderen met talent komen toch niet in beeld omdat ze de drive missen. Ik denk dat de absolute wil
om te willen presteren en beter te worden, die is echt bepalend. Uiteraard, als je alleen maar de wil hebt, maar niet de genetische bepaling en een stukje talent, wordt het lastig. En dat weten de voetballers zelf ook. Veel voetballen, ook op straat voetballen. Niet de hele tijd voor de tv zitten en voor deze. En ik ga voor heel veel van deze dingen, van deze voetbaldagen. Dus trainen en oefenen. Probeer het nog een half minuutje, dan gaan we verder. Maar vooral kijken naar hun idolen. Maar wie zijn dat eigenlijk? Snijder. Toornstra. Ricky van Wolfswinkel. Snijder. Stiekem kijken er vandaag ook scouts mee. Maar dat lijkt niet iedereen zich te realiseren. Nee, niet echt. Morgen komt er een van Ajax, maar dat geloof ik helemaal niet. Ja, het zou kunnen. Maar ze zeggen ja. Het lijkt me wel leuk. Het lijkt me leuk, ja. De trotse vaders aan de zijlijn zouden het liefst hun voetbalschoenen direct aan willen trekken. En dat wij ook altijd dit mee hebben gemaakt en dat we wel eigenlijk missen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het liefst zou ik me wel eens net zou de klok weer 30 jaar in de tijd terug willen draaien. Ja. Om hier ook weer lekker rond te lopen. Om gewoon te genieten van het spelletje weer om te voetballen. Ja. Maar de jeugd, daar gaat het vandaag om. En de tijd zal leren of we één van deze spelletjes de winnende zien maken op het WK van 2022. Nou, nog even doortrainen. Hou iedereen in de gaten. Tijd om weer een nieuwe reportage uit te zoeken voor de uitzending van morgen. Suzanne, wat heb je allemaal in de aanbieding? Nou, nog een paar dagen en dan kunnen die vlaggen weer uit voor het bevrijdingsfeest. In Park Transwijk in Utrecht steekt premier Rutte de vrijheidsvlam aan. En dat is meteen het start zijn voor alle bevrijdingsfestivals in het land. In Utrecht is er zondag weer veel muziek, maar er zijn ook debatten en kinderactiviteiten. Nou, voordat het zover is, moet er nog een hele hoop gebeuren. En wij gaan graag even kijken bij de voorbereidingen. Wat dacht u van een ontbijtje als een koning? Het is heel belangrijk goed te eten in de ochtend, want anders kom je gewoon niet op gang. In Amersfoort wordt een workshop gegeven waarbij precies wordt uitgelegd hoe een royaal ontbijt eruit ziet. Wat moet er nou absoluut op je bordje liggen? En optie 3 is ook in deze stad, maar dan in de dierentuin. Die is namelijk helemaal in Oosterse sferen gebracht in de meivakantie. Je kunt een henna-tattoo laten zetten of een cursusje buikdansen. En ja, als je daar dorst van hebt gekregen, dan kun je je dorst lessen met een beker verse kamelenmelk. Ik heb het nog nooit gehad. 1001 nacht in het dierenpark in Amersfoort. Ik teken ervoor, Maarten. Ga jij buikdansen dan met kamelenmelk? Dat zou je wel willen, dat hè? Dat zou ik wel eens willen zien. Maar goed, daar gaan wij niet over. U thuis mag het zeggen. Gaan we kijken bij de voorbereidingen voor het bevrijdingsfestival. Dat is optie 1. Een verantwoord ontbijtje maken. Of gaat het die kamelenmelk worden? De meeste stemmen gelden. En morgen dan zien we de winnaar terug. En dit is de stemknop. Onze kerstverse koning en koningin die gaan later deze maand op een soort kennismakingstournee door Nederland. Op donderdagmiddag 30 mei dan zijn we hier in Utrecht aan de beurt. En we weten al welke plaatsen ze allemaal zullen aandoen. Vianen, IJsselstein, Nieuwegein en als laatste Utrecht. Maar we weten nog niet wat ze daar precies allemaal te zien krijgen. U vandaag komt met een schot voor de boeg. Het wordt een drukke dag voor het koningspaar. In de ochtend doet het paar de provincie Gelderland aan. En daarna komen ze via de Lek naar Vianen voor hun eerste stop in onze provincie. Vianen staat bekend om zijn sleepbootdagen en de paardenmarkt. Maar helaas worden die dan net niet gehouden. Ja, we hebben de keizerlijke route. Hè. Keizer Napoleon die ging hier met zijn paard en wagen over de voorstraat heen, onder de Lekpoort door naar de Lek toe. Ja, dus er is genoeg te zien hier op de voorstraat. Na een bezoek van 20 minuten aan Vianen gaat de koning snel door naar Nieuwegein. Vreeswijk om precies te zijn. Een goede tip, de Koninginnensluis. Het is een sluisje waar veel jachten nog van gebruik maken, omdat ze het een leuke route vinden om naar de Hollandse IJssel te gaan. En het is oud, maar wel mooi. Het gaat allemaal wat trager, maar het is een leuk sluisje. En ook hier staat het paar maar kort stil, want de reis gaat verder naar IJsselstein. Een stadje dat koning Willem-Alexander niet mag overslaan. Omdat de koning niet alleen koning der Nederlanden is, maar ook heer of baron van IJsselstein. Sinds Willem van Oranje in 1551 met Anna van Egmond, Anna van Buren, is getrouwd, zijn de Oranjes ook heer of vrouwen van IJsselstein. Ze hebben die titel geërfd. Zo, drie plaatsen gezien, nog één te gaan. Op naar de hoofdstad van onze provincie. En daar zijn ze natuurlijk al heel vaak geweest. Pas nog, samen met toen nog koningin Beatrix. Wat zouden ze hier nou echt nog eens moeten zien?
Nou, ik denk de Dom. Dat de Dom heel erg mooi is en het universiteitsgebouw. Het is oud en dat is nou juist hetgeen wat wij natuurlijk in Rotterdam missen. Vier plaatsen in één middag, dat is best een druk programma. Misschien moeten we het koninklijk paar in Utrecht maar een boek meegeven, zodat ze thuis nog eens op hun gemak door onze provincie kunnen bladeren. Ja, u ziet, koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen maar een klein deel van Utrecht te zien krijgen. En daarom roepen wij u op om ons te laten weten waar u vindt dat het paar naartoe moet. Kijk op onze website rtvutrecht.nl/koningsbezoek en geef uw idee op. En wellicht komt er dan een verslaggever van ons langs om er een prachtige film van te maken. Dat zou zomaar kunnen. Dat is echt waar. Zo werkt dat. We gaan naar het weer toe. Vanavond is het droog en klaart het wat op en vannacht koelt het af tot een graad of 8. Morgen is de bewolking, ook zon en hier en daar kan een buitje vallen. Bij weinig wind daalt de temperatuur, gaat de temperatuur naar 17 graden. Het weekend begint een beetje regenachtig, maar voor zondag ziet het er nog wel aardig uit. Hier staat een wolkje, maar het schijnt toch wel vrij zonnig te worden. Dus dat klinkt goed. Hè? Dat klinkt zeker goed. Ja. Tot zover u vandaag. Krijgt u nog geen genoeg van regio nieuws en weer en verkeer en zo? Nou, download dan als de Wiederweerga onze schitterende app voor de mobiele telefoon of de tablet. U bedankt voor het kijken. We zijn er morgen uiteraard weer. Fijne avond nog. Fijne avond.